wat is uw doelstelling en wat is de doelstelling van het team? Maar uiteindelijk denk ik dat wij voor de prijzen mee moeten spelen. Daar moeten we gezond blijven. I got no time to breathe. I can't feel a thing anymore. If I got no time to think, how do I remember those good times, good times? I keep my head up high for tonight. Dan gaan we naar de volgende wintersport, naar ijshockey. De finale van het bekertoernooi tussen Heijs Hockeyen uit Den Haag en Flyers Heerenveen. Eén wedstrijd, als je een slechte dag hebt, ja, dan sta je met lege handen. En heb je net een goede dag of kwart je net jouw kant op, dan kan je het trofee boven je hoofd tillen. Ja, goedemiddag, welkom vanuit Den Haag, vanuit de Uithof, waar we op het punt van beginnen staan. La Collard en via de schaats van Noorderman gaat de puck dan achter Brent Magnus. Puck binnengehouden, dit is een kans voor Borgsman en die is raak. 1-1. Een snel antwoord van Heijs Den Haag. Hebben we overtime in deze nagelbijter. Wat een geweldig spannende bekerfinale hier in Den Haag. Nog altijd en wat een kans en wat een redding. Daar de tegenhaven van Den Haag. Is dit dan de kans voor Merlisand? Den Haag won al de rondwettelingsschaal en heeft nu de kans om ook de beker eraan te gaan toevoegen. Bijna anderhalve minuut toch makkelijk is doorgekomen, maar hier de kans en de goal! Het is de winnende goal! Den Haag heeft de beker na de treffer van Jay de Ruiter. Dan ligt het opeens toch open en is Martijn Oosterwijk geklopt. Gaat er vandaag vandoor met de ijshockeytitel? Is dat Den Haag of Heerenveen? Het was ook al de bekerfinale dit seizoen en toen ging de overwinning naar het thuisspelende Den Haag. Vandaag in de competitie valt de beslissing in Heerenveen.
Goedemiddag vanuit Heerenveen bij deze wedstrijd tussen Heijs Den Haag, dat op papier thuis speelt tegen de Unis Flyers uit Heerenveen. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. Mooie actie zeg. En dan is het de goal. Gaat via Doop achter doelman Martijn Oosterwijk. Mooie paas. En daar Melisand helemaal vrij. Melisand kan worden bereikt. En schiet raak. Dit is de sluipschutter. Jeffrey Melisand. Rob Oosterveld, binnen Rio Oosterveld, oh, wat een prachtige goal! Dat kan op deze manier, Heerenveen krijgt de punt dadelijk zonder controle. Magnus heeft hem te pakken en de handschoenen kunnen uit, de helmen kunnen af. De felicitaties zijn voor coach Chris Heijbers en iedereen natuurlijk. Naar die geweldige doelman Brad Magnus, die ook vandaag weer een aantal cruciale reddingen verrichtte. Den Haag prolongeert de landstitel en heeft op die manier de dubbel te pakken. Wat heet, het won ook al de rondbettelingsschaal, zeg maar de Supercup van de IJssel. Kortom, het is een buitengewoon successeizoen voor Heijs Den Haag. Het wint de nationale IJsseltitel.